is vandaag vrijdag 21 augustus en het is 2:30. Sophie komt om 2:00 zwemmen, want het is heel erg warm. Want de rolluiken zijn ook af. Omdat anders de warmte allemaal binnenkomt. En dat is niet de bedoeling. Ik start mijn vlog laat, ik weet het. Maar ik heb mijn vlog zitten uploaden. Ja, daar moet je niks bij doen. Maar ik heb ook heel veel YouTube-video's gekeken nog van YouTubers. Wow, heel logisch dit. En ik heb ook geen make-up op, dus let daar vooral niet op. Maar ik schaam me eigenlijk wel ook niet als ik geen make-up draag. Want ik ben ook nog jong en ook al als ik ouder ben, dan nog niet. We gaan dus zwemmen en Sophie blijft weer slapen. Wow. Sorry, ik verslikte me. Sophie blijft slapen alweer, maar dat is gewoon heel erg leuk. En ik ga nu de vlog van Masha verder kijken. Geen Clean Desk, vlog klos 277. Dus dat ga ik nu doen en dan zie ik jullie straks. Sophie is nu hier en ze zit al in het zwembad. En ik ga een beetje kort erbij komen. Ik film nu even met de selfie stick, dat is gewoon handiger. Ook daar ook in het water. En hoe is het water? Ijskoud! Ja, zoals jullie weten is het dus een paar dagen geleden overgelopen. Daar heb ik toen, ook gevlogd. En we hebben het dus nu opnieuw moeten bijvallen. Nu is het helemaal beesten. En nu is het dus ijskoud. Ik ga er ook in springen, dus dat laat ik jullie zien. Oké, ik ga er dus nu ook in springen. En doe. Maar dat ik durf niet. En als ik nu eerst ga voelen, ga ik het afkomen. Holy! Oh, zeg ik dat het koud was? Dit is echt niet. Oké, ik ga het doen. Ik ga gewoon over de baan duiken. 3. Die duiven wel niet nodig? Nee. 2, 1, go. Oh my god! Dit is gewoon om kort aardig van te worden. Oh. Ik ga even het filmen uitzetten. Dat ik er dan toch op kan. En dan film ik in het water verder. Oké, we zitten nu in het zwembad en Sophie zit in de band. En ja, we hebben ons opgewarmd, maar het is er niet van te zeggen dat het niet meer koud is. Ik ga er ook even... Oh, met zo'n sticker nat. Dit is zo handig om hier mee te vloggen. En als hij nu ook nog onder water komt, is het helemaal fijn. Ja. Maar sommigen van jullie hadden gezegd dat er ook onderwaterhoesjes zijn in de Action. Maar waarschijnlijk niet voor mijn telefoon, alleen voor iPhones of Samsungs. Dus ja, dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Maar het zou gewoon handig zijn als ik hiermee onder water kom. Maar ik ga even mijn haar nat maken. Hopelijk komt het goed. Oh, oké, daar gaat mijn selfstick. Voilà. Mijn lekkere nat maken. Oh, sorry. En ik ga eventjes onder water. Ah, heerlijk. Maar echt zalig als je er een keer aan zit. We gaan nu nog een beetje zwemmen. En ik kan misschien ook nog wel wat leuke zwembeelden filmen. Oké, ik kom gewoon even een beetje testen. We zijn net gedouchen. Het was echt gewoon zalig om te douchen. Of ja, ik vind douchen gewoon altijd fijn. Ja, vooral naar het zwemmen. Ja. En we gaan zo meteen ook avondeten en we gaan... Vul maar aan wat we gaan doen. Ready Little Liars kijken. Yep. We zitten aan seizoen 2, aflevering 3 als ik me niet vergis. Of aflevering 2? 3. Ja, denk ik. Of aflevering 2, ik weet het niet. Nee, ik denk aan 3, want ik was al begonnen aan 1. Ja. Ja, dan zitten we aan 2. Want toen hebben we nog een keer gekeken. Ja, ik denk toen. Ja, maakt ook niet uit. In ieder geval, seizoen 2 al. En het is echt heel spannend. Maar dat weten jullie waarschijnlijk al. En ik wil gewoon nog eventjes vloggen. En zie ik jullie straks. We zijn dus in de Cinderella Store aan het kijken op Netflix. En het is echt een heel erg leuke film. En we zitten hier op bed. Of we liggen op bed. En
Ja, ik denk dat ik deze vlog ga afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden vandaag. Vergeet niet te abonneren hier beneden als je het niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie morgen weer. Doei!